Hartelijk welkom bij Studium Generale. Voor degenen die het nog niet kennen, Studium Generale is het podium van de Universiteit Utrecht. En wij houden lezingen over alle vakgebieden binnen de universiteit, zodat iedereen daar gratis en vrij toegankelijk kennis mee kan maken. Mocht u meer informatie willen over ons programma, dan kunt u achterin bij de tafel kijken voor wat folders en flyers. Of u kunt op onze website kijken, www.sg.uu.nl. En daar kunt u ook al onze lezingen terugkijken. Maar vanavond zal Maarten van Rossum een lezing geven. Maarten van Rossum is tot 2 jaar bijzonder hoogleraar geschiedenis geweest aan de Universiteit Utrecht en is nu met pensioen. En hij is bij het grote publiek natuurlijk bekend van tv als presentator, maar ook als deskundige wordt hij vaak gevraagd. En hij zal vanavond gaan spreken over Lenin en Stalin, de derde lezing in de reeks. Afgelopen week ging het over de nasleep van de Russische Revolutie en het leiderschap van Lenin. En deze week komt Stalin aan de macht, om het zo maar te zeggen. Vanavond wordt de lezing opgenomen door Home Academy. Dus ik zou u willen vragen om nog één keer te kijken of uw mobiele telefoon uitstaat. En als dit niet zo is, om nog even uit te zetten. En ook om hoesten en kuchen eventjes te beperken tot nu. Of in de pauze dadelijk. Er is halverwege de lezing een korte pauze. Ik zou u willen vragen om wel in de zaal te blijven zitten, zodat we daarna snel weer verder gaan. En nog een laatste puntje. Aan het einde van de lezing kunt u achter in de zaal nog even kijken. Daar is een boekentafel en er liggen wat boeken over het onderwerp van vanavond. En van de hand van Maarten van Rossum. Dat was het wat mij betreft. Dus dan geef ik nu het woord aan Maarten van Rossum. Graag een warm applaus. Dank u wel. Vorige week hebben we Lenin laten overlijden. Dus dat betekent dat nu Stalin aan de beurt is. De Sovjet-Unie is te beschouwen als een product van Lenin en Stalin. In allerlei opzichten denk ik wel merkwaardig genoeg vergelijkbare persoonlijkheden. Allebei zeloten aan de ene kant en pragmatici aan de andere kant. En je zou kunnen stellen dat na de dood van Stalin eigenlijk allen die daarna zijn gekomen hebben wanhopig geworsteld met de erfenis om er iets van te maken wat voor de lange termijn valide zou zijn. En daar is men eigenlijk niet in geslaagd. De Sovjet-Unie is van het historische toneel verdwenen. Maar eerst voordat Stalin aan de macht komt moeten we een heel eind terug. Want ja, hij moet geboren worden en tenslotte terechtkomen in Petersburg en in staat worden gemaakt om Lenin op te volgen. Stalin is een wat afwijkende figuur in het bolsjewistische gezelschap. U begrijpt dat hij is niet als Stalin geboren, maar als Jozef Vissarionovich Djugashvili. Ik weet ook niet of ik dat goed uitspreek, dat is Georgisch. Want hij is geboren in Georgië, om precies te zijn in Goori. Een armoedig en stoffig oord toen hij er geboren werd. En voor zover ik daarover geïnformeerd ben, nog steeds een armoedig en stoffig oord. Hij was de zoon van een, dat is in de provincie Tiflis. Hij was de zoon van een alcoholische schoenmaker en een devote moeder. Ik geloof dat ik nou nog steeds niet vermeld heb op welke dag hij geboren is. 21 december 1879. Dezelfde dag als mijn moeder was geboren. De verleiding is groot om een zekere parallel te ontwerpen, maar dat gaan wij niet doen. En vanaf 1912 ongeveer gaat hij door het leven als Stalin. Ik denk dat ik het behoud op de jonge Stalin en de Stalin van middelbare leeftijd en de oude Stalin. En dat ik dat Jozef Vissarionovich Djugashvili, dat ik dat maar laat zitten, eerlijk gezegd. Hij was dus geen Rus, dat is duidelijk. Hij was een Georgiër en dat kon je zijn leven lang kon je dat horen. Hij was bovendien pokdalig en had een iets te korte arm als gevolg van een ongeluk in zijn kindertijd. Ja, een van de weinige overeenkomsten tussen Stalin en Wilhelm II was dat Wilhelm ook een iets te korte arm had. Als gevolg van een geboortedefect. Ik weet niet of je daar verder iets uit kunt afleiden, maar misschien toch dat ze allebei dachten dat ze niet helemaal compleet waren. En dat kan verstrekkende karakterologische consequenties hebben.
Er is eigenlijk heel weinig bekend van zijn vroegste jeugd, behalve de bekende verhalen. Ik heb dat bij Lenin ook al opgemerkt van de projectie. Hij was een vechtlustig baasje op het schoolplein en daar kon je eigenlijk al zien, omdat hij dan zijn kameraden flink kneep, dat de latere massamoordenaar er eigenlijk al in zat. Ik ben daar nooit zo'n grote liefhebber van, eerlijk gezegd, al is het psychologisch gezien natuurlijk een enorm interessant vraagstuk wanneer de meeste peutertjes en kleutertjes zijn aandoenlijk lief. Je hebt het gevoel dat daar nog geen sprake is van de intense zondigheid die later over de mens komt. En ik vraag me altijd af, wanneer komt dat precies? Wanneer worden de mensen klootzakken? Ja, u zult misschien zeggen, de meeste helemaal niet. Daar heb ik zo mijn twijfels bij, eerlijk gezegd. Ja, je raakt als historicus licht overtuigd van het feit dat de mens geneigd is tot alle kwaad. Vaak ook tot van allerlei goedheid, hoort daar niet van. Maar ja, bij peuters en kleuters vraag ik me altijd af, waar heeft u wel eens een kleutertje gezien waarbij je echt denkt, wat een ongelooflijke levensgevaarlijke etterbak. Hè? Dat is een Stalin, weet ik veel, Lenin in de loop. Nee, eigenlijk. Maar goed, van zijn vroegste jeugd is dus weinig bekend. Er wordt ook steeds gezegd dat hij in die jeugd eigenlijk beschadigd was geraakt, dat hij een maladjusted personality had. Tja, dat er iets met hem niet in orde was, dat kunnen we later wel aantonen door de gebeurtenissen, maar het blijft allemaal eigenlijk vaag en betrekkelijk weinig zeggend. Interessant is natuurlijk dat Stalin eigenlijk van al de Bolsjewieken de enige was die afkomstig was uit de heffen des volks, die in feite een onderdeel was van het proletariaat. En het interessante is dat alle andere Bolsjewieken eigenlijk permanent op hem hebben neergekeken en dat hij zelf ook wel enigszins werd gekweld door gevoelens van minderwaardigheid, waar eigenlijk betrekkelijk weinig reden voor was. Of dat nou ook de reden is, niet waar, dit ongelukkige tweeverkeer, dat hij tenslotte alle Bolsjewieken die nog niet dood waren vermoord heeft, oude Bolsjewieken die nog niet dood waren vermoord heeft, dat is weer een andere vraag. Stalin was een pinter ventje. In die zin dat hij na de lagere school in staat werd gesteld om een seminarie in Tiflis te volgen, een orthodox-christelijk seminarie. Daar heerste een uiterst streng regime, dat was in feite een hele behoorlijke opleiding. Als ik het allemaal goed begrepen heb, een soort gymnasium alfa, maar dan religieus getint. Zoiets. Hè? Misschien dat ouderen onder u nog ergens een gymnasium alfa, maar religieus getint hebben gevolgd, dan kunt u Stalin dus de hand geven. Stalin was iemand die literair geïnteresseerd was. Hij schreef in zijn late puberteit en vroege adolescentie schreef hij gedichten in het Georgisch. Die heb ik er een enkeling van gelezen, maar in het Engels. En ja, wat er dan nog overblijft van poëzie, als je als Nederlander een Georgisch gedicht leest in het Engels, het is helemaal al de vraag of poëzie behoorlijk vertaald kan worden, laat staan op deze ingewikkelde wijze. Laat ik ervan zeggen, volgens de informanten was het prima Georgisch, mooi poëtisch Georgisch, ik geloof het graag. Het ging toch wel allemaal over voorjaarsblaadjes en u kent wel het soort van dingen waar dichters die nog echt geen grote dichters zijn zich mee bezighouden. Vallend herfstblad, melancholieke novembermiddagen, waar je denkt waar is het allemaal goed voor. Dat soort werk. Maar vrij verdienstelijk. Hij kon goed zingen en er moet bijgezegd worden, hij is zijn hele leven blijven zingen. Als hij iets lollig vond, dan was het wel zingen. Ook later met zijn bolsjewistische kameraden en met leden van het politbureau. Molotov kwam uit een muzikale familie en Molotov kon geloof ik op de balalaika spelen, op de piano en dan zongen ze samen en dan zongen ze vaak religieuze liederen. U moet zich voorstellen wat een enigszins wonderlijk ironisch toneel dat moet zijn geweest. Dat deze club van georganiseerde massamoordenaars dan fijn psalmen zat te zingen. Terwijl Molotov op de piano trommelde.
Of op de balalaika. Ik zou niet precies weten wat een balalaika is, maar het klinkt enorm Russisch in ieder geval. Ja, wat deed hij nog meer in zijn vrije tijd? Biljarten vond hij ook leuk. Voor de rest is Stalin eigenlijk zijn hele leven een ongelooflijk harde werker geweest. Er werd altijd flink, aangepakt. Hij heeft die opleiding in Tiflis, die heeft hij niet afgemaakt. Net niet eigenlijk. Hij is daarna direct eigenlijk in rebels vaarwater geraakt. Ontwikkelde onmiddellijk ook een aanzienlijke belangstelling voor het marxisme en werd eigenlijk al meteen een bewonderaar van Lenin. En misschien moet je zeggen, als iemand ooit een bolsjewiek in de dop is geweest vanaf het allereerste moment, dan was het misschien wel Stalin. Hij ontmoet Lenin ook al op betrekkelijk korte termijn in 1905 in Finland en heeft ook later regelmatig contact met hem. Lenin heeft ook in allerlei opzichten zijn carrière bevorderd, hoewel Lenin, ik geloof dat ik dat vorige keer ook al vertelde, leed aan precies diezelfde vooroordelen als al die andere hoogontwikkelde intellectuelen, bolsjewieken, dat ze Stalin toch eigenlijk maar een boerenlul vonden. Hè? Een heikneuter van onder de Caucasus. Dat was toch wat zij in het algemeen van Stalin dachten en Stalin wist dat. En ja, misschien als ze iets sympathieker en leuker en toleranter waren geweest, wie weet hadden ze het allemaal overleefd. Maar ik betwijfel dat eerlijk gezegd. Ja, stel voor dat je in je kennissenkring zo iemand hebt en je bent niet altijd vriendelijk geweest. En tenslotte wordt het een soort van absolute dictator in het land waar je woont. Maar je kunt je er van alles bij voorstellen. Stalin was vanaf het allereerste moment een eigen gereide figuur. Lastig ook voor degene met wie hij werkte. Velen zeiden hij is volkomen asociaal. Ja, voor wat dat waard is. Maar hij kon ook enorm charmant zijn. Hij werd voor het eerst gearresteerd in 1902. En na enige tijd naar Siberië getransporteerd. Maar daar ontsnapte hij weer. En vanaf dat moment eigenlijk tot de Russische revolutie begon. Heeft Stalin eindeloos, is hij gearresteerd en dan ging hij naar Siberië en dan ontsnapte hij weer en dan werkte hij een tijdje ondergronds en dan werd hij weer gearresteerd en dan ging hij weer naar Siberië. En ik moet zeggen dat al zijn revolutionaire kameraden met wie hij dan in Siberië in zo'n dorp zat, die vonden hem een weinig aangename persoon. Iemand die wel erg op zichzelf was en nou ja, niet in allerlei opzichten een gezellig type. Je kunt je ook natuurlijk afvragen of dat niet met zijn positie als clandestien organisator te maken had. Hij was dus altijd op de loop eigenlijk voor de tsaristische politie. Hij kon nooit iemand vertrouwen. Interessant natuurlijk is dat hij niet in exil is gegaan, zoals zoveel bolsjewieken. Die dan in Zürich gingen wonen of in Brussel. Of nou, zoals Lenin in feite een groot deel van zijn leven buiten Rusland heeft doorgebracht dat, nee, Stalin wou daar in de clandestiniteit, wilde hij de arbeiders organiseren. Daar ging het om. Hij was een prima en effectieve organisator en bovendien was hij, misschien verbaast u dat niet, misschien wel, ik weet het eigenlijk niet, verreweg de beste bankrover die de bolsjewieken hadden. Hij was een eerste klas bankrover en de menswieken waren er enorm tegen dat de partij leefde van bankroverij, maar Lenin vond dat een uitstekend idee. Dat spoort ook natuurlijk precies met Lenins opvatting, het doel heiligt alle middelen. En daaraan heeft Stalin ook nooit getwijfeld, dus hij was een tip-top bankrover. Je kunt rustig zeggen dat hier sprake is van een avontuurlijk leven, denk ik. Dat staat als een paal boven water. Wat ik al zei, hij leek in Lenin in de zin dat hij enorm fanatiek was aan de ene kant en dat hij heel pragmatisch was in zijn aanpak van de problemen aan de andere kant. Als de revolutie uitbreekt, Stalin weer eens in Siberië en hij spoedt zich naar Sint-Petersburg en daar arriveert hij op 12 maart 1917. En Lenin is er dan nog niet, zoals u zich natuurlijk onmiddellijk herinnert. En
Stalin en de daar aanwezige Bolsjewiki kiezen voor voorwaardelijke steun aan de voorlopige regering. En u weet, zodra Lenin arriveert, zegt hij geen sprake van. We gaan voor de meest radicale aanpak, een radicale oplossing, alle macht aan de Sovjets, enzovoort, enzovoort. En Stalin sluit zich eigenlijk onmiddellijk bij Lenin aan. Vanaf het allereerste begin hoort Stalin tot diegenen die warme voorstanders zijn van geweld, van terreur en van een dictatoriale aanpak. Al die zaken leken hem zeer gepast om de revolutie nabij te brengen en om de revolutie tenslotte te laten plaatsvinden. Er is later een soort mythologie ontstaan dat Lenin in die revolutiedagen, of sorry, dat Stalin in die revolutiedagen een beetje een figuur op de achtergrond was, een soort beetje grijze bureaucraat, een pepershuffler, die eigenlijk niet in de voorste gelederen meestreed met Lenin, Trotsky en de anderen. Daar klopt eigenlijk helemaal niets van. Stalin is eigenlijk vanaf het allereerste moment een van de belangrijkste spelers in de bolsjewistische kring, die op allerlei terreinen direct betrokken is bij de zaken. Dat het lijkt alsof hij eigenlijk niet op de voorgrond treedt, of liever gezegd, hij treedt niet op de voorgrond, waardoor het lijkt dat hij niet belangrijk is. Dat had een heel belangrijke oorzaak. Anders dan de andere bolsjewiki was hij een zeer, zeer matige spreker. Hij had namelijk geen timing. Dus hij, ja, hoe kunnen we dat nu eens aan u uitleggen, wat het gebrek aan timing is? Dan kun je eigenlijk niet spreken. En als je daar helemaal geen gevoel voor hebt, dan wordt het ook nooit wat met het spreken. En met Stalin is het eigenlijk met het spreken nooit wat geworden. Dus hij vermeed alle gelegenheden waarbij vurige toespraken moesten worden gehouden. Lenin was ook een matige spreker, maar heeft wel wat geleerd. Hij was een zeer insistente spreker. Maar Trotsky was natuurlijk een fenomenale spreker. Zinoviev en Kamenev waren ook uitstekende sprekers, maar dat is Stalin eigenlijk nooit geweest. En daardoor lijkt het alsof hij in die revolutionaire weken en maanden geen prominente rol speelt. Als je kijkt in die eerste bolsjewistische regering, wordt hij eigenlijk de minister van voor het nationaliteitenvraagstuk, een heel belangrijke zaak voor de latere ontwikkeling van de Sovjet-Unie, omdat bepaald moest worden hoeveel autonomie krijgen die samenstellende delen van het land waar andere talen worden gesproken die etnisch anders in elkaar zitten. Daar is een eindeloze discussie over gevoerd in bolsjewistische kring. Stalin heeft ook op dat punt allerlei herrie met Lenin gekregen. En de interessante oplossing die eruit komt is eigenlijk dat al die verschillende deelrepublieken van de latere Sovjet-Unie, dat die politiek gesproken vanuit het centrum werden gerund. En dat de partij het daar een absolute zin voor het vertellen had, zoals in alle andere gebieden ook het geval was. Maar dat in cultureel opzicht sprake was van een vrij vergaande autonomie. Veel verdergaander dan in de tsaristische tijd. Dat we zeggen, de Georgiërs konden Georgisch spreken. En die konden naar Georgische scholen. En de Oekraïners konden Oekraïens spreken. En de Kirgizen die konden Kirgisch spreken. Wat dat dan ook precies mogen zijn. En de Oezbeken konden Oezbeek spreken. En nou ja. Ik zeg dat nu maar toevallig omdat ze vanavond voorbij kwamen. Anders was ik er niet zo opgekomen. Op dat Oezbeeks en dat Kirgizisch eerlijk gezegd. Maar dus er werd eigenlijk cultureel alle ruimte gegeven voor nationale gevoelens, zonder dat dat leidde tot politieke autonomie. Daar was in feite geen sprake van. En dat was ook aanvankelijk de ruzie tussen Lenin. Die wilde ze nog wat meer politieke autonomie geven, maar daar voelde Stalin eigenlijk niets voor. En uiteindelijk is Stalins oplossing, dat is de oplossing die ook gekozen wordt voor de langere termijn. De latere Stalin, de man met onverschillig voor mensenlevens, een man die miljoenen doden op zijn geweten heeft, zowel als gevolg als beleid als van directe terreur. Die Stalin is eigenlijk voor het eerst zichtbaar in het voorjaar van 1918.
Want het bolsjewistische regime stuurt Stalin uit naar de Wolga-provincies om daar te doen aan de graanrequisitie. Heb ik het over gehad, hè? Het was steeds een centraal probleem. Hoe komen we aan voldoende voedsel voor de steden? Dat was steeds een kernprobleem, we komen straks nog weer op terug. En Stalin gaat daar aan het werk in die Wolga-provincies en maakt zich daar onmiddellijk schuldig aan grootschalig arbitrair geweld. Hele dorpen worden in de fik gestoken. Er is sprake van een haast terloopse minachting voor mensenlevens. Hij zag ook al overal samenzweringen. Hij leed al aan een soort van paranoia. Was dat zijn eigen persoonlijke paranoia? Die vraag zal ik nog wel een paar keer stellen. Of was dat de paranoia die karakteristiek was voor de bolsjewieken zelf? Denk aan Lenin, die ook altijd overal plotters en samenzweringen zag die erop voorzien hadden om een eind te maken aan het bolsjewistische regime. Stalin zag ook overal samenzweringen. Ik denk gedeeltelijk vanwege zijn eigen eigenaardigheden en gedeeltelijk vanwege de, zeg maar, het systeemkarakter van het bolsjewistische geloof. Alle bolsjewieken overigens waren aan de gewelddadige kant, maar Stalin was wel een van de allergewelddadigsten. Ik denk als je, de andere meest gewelddadige bolsjewiek was Trotsky, die keek ook niet op een paar duizend mensenlevens. Lenin was natuurlijk gewelddadig, maar zittend in zijn kantoor. Die stuurde die telegrammen uit, hang er een paar honderd op, dat zal ze wel leren. Dat is in die zin, maar dat is theoretisch geweld. Dat is heel wat anders dan wanneer je op een paard zit en zegt, ze steekt dat dorp maar in de fik. Dat is weer heel, je kunt je voorstellen dat je het één nog wel doet. Of niet? Ja. Ja, in Nederland heb je heel weinig eigenlijk met dit soort vraagstukken van doen. Zelfs degene die het in Nederland voor het vertellen hebben, daar hoor je. Je hoort ook weinig uit het kabinet, steken ze een paar van die dorpen in Brabant in de fik. Dat zal ze leren om op de PVV te stemmen. Wij hebben dat nooit bij de hand, dus je kunt je er eigenlijk ook geen voorstelling van maken wat dat is om in zo'n situatie te geraken waarin je vaak wat je ook doet al verantwoordelijk bent voor grote hoeveelheden doden, maar de bolsjewieken zaten daar helemaal niet mee en maakten gewoon zonder problemen nog wat extra doden. En nogmaals, Stalin was op dit punt wel de ergste van allemaal, dus ik waarom onderstreep ik dit zo op dit moment, dat is natuurlijk om dan te constateren, ze hadden het kunnen weten. Ze hadden kunnen weten hoe hij in dit soort van situaties zou reageren en hoezeer hij ongeïnteresseerd was in de vraag hoeveel doden er precies zouden vallen. Daarnaast moet geconstateerd worden dat hij, ondanks dat moordzuchtige karakter van zijn optreden, eigenlijk een van de meest effectieve uitvoerders van het regime was. Besluitvaardig, energiek, effectief, bepaald dus niet die grauwe pepersuffler die hij gedeeltelijk in de mythologie van zijn tegenstanders is geworden. In 1922 wordt hij door Lenin voorgedragen als algemeen secretaris van de Communistische Partij. In principe voor iemand die het bureaucratische spel beheerste, voor iemand die uiterst ambitieus was, voor iemand die vervuld was van allerlei ideeën en verdachtmakingen ten aanzien van anderen, was dit een enorme potentiële machtspositie. En er is ook vanuit de partij wel bezwaar gemaakt tegen die benoeming. Er werd gezegd van ja, Stalin mag het wel worden, maar dan moet hij zoveel mogelijk delegeren. U begrijpt, hij heeft zo weinig mogelijk gedelegeerd. De vraag is natuurlijk, waarom heeft Lenin hem in hemelsnaam algemeen secretaris van de Communistische Partij gemaakt? Waarmee eigenlijk het fundament wordt gelegd voor zijn groeiende machtspositie in de jaren 20. Dat was omdat Lenin zelf meer greep wenste te krijgen op de partij. En kennelijk Stalin als de meest geschikte figuur zag om die greep te versterken.
Ik zei u al, hij had precies dezelfde vooroordelen tegen Stalin als al die andere, hoe moet je dat zeggen, burgerlijke Bolsjewiki, ex-burgerlijke Bolsjewiki. Kun je Bolsjewiki nog burgerlijk noemen? Eigenlijk wel, hè? Of zegt u dat kan niet meer als je revolutie hebt gemaakt, dan ben je een revolutionair geworden. Maar revolutionairen zijn vaak ongekend burgerlijk. Hè? Als u even denkt aan de revolutionaire smaak, hè? Ik weet niet of u wel zo'n DDR-kantoortje van binnen heeft gezien, hè? Of dat meubilair van de Chinese Communistische Partij. Dat je denkt van, hoe is het mogelijk, hè, dat je zo revolutionair bent en zo'n slechte smaak hebt. Hè? Ik heb me er altijd over verbaasd. Je bent daar toch een beetje, je denkt bij jezelf, nou ja. Hè? Intelligente mensen, laat staan intelligente revolutionaire mensen, die zullen ook wel een avant-gardistische smaak hebben. Totaal niet. Kijk dus op plaatjes naar die dacha's van Stalin bijvoorbeeld en de inrichting, dat is allemaal van dezelfde mahoniehouten burgerlijke soliditeit, waar je denkt van, wat ben ik blij dat ik mijn vakanties daar niet door hoef te brengen. Ja, sowieso ben je daar natuurlijk wel blij om, maar het heeft mij altijd gefrappeerd dat alles wat het communisme op esthetisch vlak heeft voortgebracht zo onbeschrijfelijk lelijk is, hè? Laten we zeggen dat het zo'n wonderlijke trabantcultuur heeft gecreëerd. Daar kun je niet een aardiger autootje maken dan. Het is een wonderlijke zaak. Ik heb daar overigens nooit een goede verklaring voor gelezen. De enige verklaring die ik 1, 2, 3 weet te verzinnen is dat ze diep in hun ziel, bij al hun revolutionaire moordzucht, bij al hun zelotendom in feite, esthetisch gezien gewoon kleinburgers waren. Anders kan ik het niet uitleggen. Waarom het zo is als het is. Ja, u vraagt zich natuurlijk nu af, hoe is het met de inrichting met het kats van het katshuis gesteld? Ja, daar zou ik ook niet graag willen wonen, hoor, laat ik dat even voorop stellen, maar dat is toch weer beter dan het modale DDR-kantoor, ben ik geneigd om te zeggen. Daar is toch een. Zou je eigenlijk, voordat je iemand tot eerste minister benoemt, dat je dan eerst thuis even bij de betrokkenen gaat filmen? Hè? Dat als we nu krijgen we dan binnenkort weer een nieuwe minister-president natuurlijk. Ja, kans lijkt mij vrij klein dat Balkenende weer terugkeert. En dat we dan zeggen als de informateur klaar is met zijn werk, ho 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 ho, even. Hè? We gaan even een reportage maken van zijn huiskamer. Hè? Vaak is ook wat mensen aan de muur hebben hangen. Hè? Dat je binnenkomt lopen en dat je denkt van, dat had ik niet verwacht. Hè? Niet verwacht. Ja. Dat is iets wat je bij Amerikaanse intellectuelen, sorry dat ik een beetje afdwaal, maar het kan er altijd uitgeknipt worden. Amerikaanse intellectuelen hebben vaak ook een horribel lelijke inrichting van hun woning. En ook wat ze aan de muur hebben, dan denk je ook van, waar hebben ze het vandaan gehaald? Ik weet wel dat ik voor het eerst die film van Woody Allen zag, Interiors. Verder heb ik enorm de pest aan Woody Allen. Ik bedoel, voordat u denkt dat ik daar een grote supporter van ben. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik bij mezelf dacht, goh, dat zijn Amerikanen met een goede smaak. Ja, voor het eerst dat ik dat mij realiseerde, dat die kennelijk een zeer kleine aantallen, maar ze zijn er. In Manhattan ongetwijfeld, in San Francisco daartussen, kun je het wel vergeten eigenlijk. Ja, algemeen secretaris. Lenin noemde Stalin die Aziat. Dat geeft eigenlijk al een beetje aan hoe hij er tegenaan keek, maar tegelijkertijd waardeerde hij de effectiviteit van Stalin in hoge mate. Lenin krijgt op 22 mei 1922 die hersenbloeding waar we het over gehad hebben. En dat leidt ertoe dat Stalin en Lenin elkaar zeer frequent spreken, want Stalin moet komen rapporteren als algemeen secretaris hoe de zaken erbij staan. En dat leidt eigenlijk in de loop van dat jaar 22 tot allerlei frictie tussen Lenin en Stalin. En dat leidt er weer toe dat Lenin aan het eind van 22 dat fameuze
testament. Ja, het heette helemaal geen testament. Het waren een soort memo's over hoe het verder zou moeten met de partij. Dat fameuze testament opstelt waarin hij zegt... Denk erom, Stalin moet afgezet worden als algemeen secretaris van de partij. We kunnen daar niet mee doorgaan. Het is een veel te ruwe, veel te botte man om algemeen secretaris van de partij te zijn. Was Lenin van plan om Stalin volledig 100% politiek de nek te breken? Nee, daar ging het hem eigenlijk niet om. Maar als algemeen secretaris wilde hij liever dat Stalin buitenspel werd gezet. Dat was zijn wens. De tragiek eigenlijk van dat testament is dat Lenin scherp zag dat eronder dat in dat bolsjewistische gezelschap eigenlijk maar twee potentiële opvolgers waren, namelijk Stalin aan de ene kant en Trotsky aan de andere kant. En Trotsky had weer andere bar slechte eigenschappen. Trotsky was arrogant en ontoegankelijk en ik heb u al verteld dat als de kabinetsvergadering hem niet interesseerde, dat hij dan een Franse roman ging zitten lezen. He? Trotsky had wel smaak overigens, maar u ziet, hij heeft het niet lang overleefd. He? Van dat testament was niet diep, diep geheim, waren meerdere kopieën en er waren meerdere mensen op de hoogte van wat er in dat testament daadwerkelijk stond. En als Lenin niet zo snel zou zijn afgetakeld, dan is het maar zeer de vraag of Stalins politieke carrière deze zaak zou hebben overleefd. Maar Lenin krijgt op 10 maart 1923 een hartaanval en daarna heeft hij dus nog een klein jaar geleefd, maar in feite was hij als leider van de partij en als leider van de Sovjet-Unie was die exit, was die uitgespeeld. Maar het testament was er nog steeds. En het interessante is dat op dit moment, toen in feite Stalins potentiële tegenstanders dat testament nog tegen hem hadden kunnen gebruiken, dat ze het niet hebben uitgespeeld. En de vraag is, waarom hebben ze dat niet gedaan? Want dan hadden ze Stalin in feite in een zeer vroeg stadium politiek gesproken de nek kunnen breken. En of het dan allemaal anders zou zijn gelopen, dat zullen we niet weten, maar in ieder geval was Stalin, dan had Stalin niet de rol gespeeld die hij tenslotte zou gaan spelen. Waarom heeft men Stalin niet aangepakt? In feite omdat Stalin voor praktisch iedereen in dat politbureau een hele nuttige bondgenoot was. En bovendien omdat men, omdat de andere bolsjewieken in het politbureau niet hem, maar Trotsky zagen als verreweg de gevaarlijkste figuur. Ik heb het er al over gehad, hè, dat men altijd dacht in termen van de Franse revolutie. En Trotsky leek bij uitstek in aanmerking te komen voor de rol van Bonaparte. Hè, van, laten we zeggen, het militaire genie wat tenslotte de macht zou grijpen. En nou, dan krijg je een conservatieve afloop van het revolutionaire proces. Zo keken de andere bolsjewiki tegen de zaak aan. En vanaf het moment eigenlijk dat Lenin uitgeteld is, ontstaat er in dat politbureau een eindeloos durende, nou eindeloos is niet helemaal waar, maar een ingrijpende factiestrijd die ongeveer 5 jaar in beslag zou nemen. En in eerste instantie keert iedereen zich, ook Stalin dus, tegen Trotsky. En begin 24 leidt Trotsky zijn eerste ingrijpende politieke nederlaag in het politbureau. Trotsky was ook op dat moment een voorstander van een veel revolutionairder proces. We hebben het over die nep gehad, die nep, daar zag hij niet veel in. In feite zou het revolutionaire proces weer op gang gebracht moeten worden. Maar die opvattingen leidden dus een nederlaag begin 1924 en ondertussen versterkt Stalin stap voor stap zijn positie. Onder andere met de dood van Lenin. Want hij krijgt de opdracht om de begrafenis van Lenin te organiseren. En in dit soort van wonderlijke systemen, nietwaar, is het zo dat, dat het een enorme eer is die je bovendien machtspolitiek kan uitspelen om iemands begrafenis te regelen. Wij hebben veel liever dat iemand anders dat doet, maar
hier is het regelen van de begrafenis een zaak van aanzienlijke importantie. En Stalin heeft zich vanaf het allereerste moment eigenlijk op bekwame wijze gehuld in de mantel van Lenin. Lenin was onze lieve heer en Stalin was zijn profeet. Hij is ook onmiddellijk begonnen met de handige redactionele bewerking van het oeuvre van Lenin. Daar heeft hij een soort van simplistische, goed bruikbare doctrine uitgebakken, die dan vervolgens het Leninisme is genoemd. Zodra Trotsky een nederlaag heeft geleden, vormt zich in feite een nieuwe factiestrijd in dat politbureau. Want nu gaat het tussen Stalin en Bukharin aan de ene kant en Kamenev en Zinoviev. Ja, de uitspraak, dames en heren, die hou ik u. U moet misschien thuis even in de Russische cursus kijken wat de juiste uitspraak is. Maar ik doe mijn best in ieder geval. Die twee groepen staan nu tegenover elkaar. Waarbij eigenlijk opnieuw Stalin en Bukharin voor de min of meer conservatieve, nepachtige oplossing van die directe problemen kiezen. Dat leidt ertoe dat Stalin en Bukharin weer winnen. Allemaal als gevolg van Stalins ijzersterke positie binnen de organisatie van de partij, die hij volledig had voorzien van figuren die trouw waren aan hem. Het was Stalins groep die in feite op alle essentiële posten kon doen en laten waar zij zin in had. Dus Zinoviev en Kamenev worden verslagen. Die zoeken, als ze eenmaal verslagen zijn, weer contact met Trotsky. En dan vormt zich in 1927 in feite een grote soort van linkse oppositie die zegt van ja, die revolutie is helemaal op de verkeerde weg geraakt. Waar we voor moeten kiezen, dat is eigenlijk een voortzetting, de ware voortzetting van de revolutie. Snelle industrialisatie van Rusland, want dat schiet met die nep geen moer op. En bovendien is het zaak om de partij te onderwerpen aan een democratisering, want zoals het nu geregeld is, is het niet goed. En dat was een verklaring opgesteld door Trotsky, die stonden al die dingen in en dat kon rekenen op veel sympathie in de partij en een reeks van ondertekenaars ook. Maar die linkse oppositie leidt opnieuw een bittere nederlaag tegen Stalin en Bukharin. En Trotsky en Kamenev en Zinoviev worden op enige termijn uit het Centraal Comité gezet en na enige tijd worden ze ook uit de partij gezet. En u weet, Trotsky wordt eerst naar Alma-Ata verbannen en dan wordt hij naar Turkije verbannen en tenslotte verdwijnt hij naar Mexico. En in 1940 is hij daar met zo'n, ja, dat heet altijd een ice pick, ik weet niet wat het juiste Nederlandse woord is, een ijspriem. Een ijspriem. Wordt die er nog veel gebruikt hier, ijspriemen? Ja, ik bedoel niet om uw familieleden van het leven te beroven of zo. Ja, een ice pick. Anyway, Trotsky wordt tenslotte vermoord. He, zoals alle oude bolsjewieken door Stalin zijn vermoord. Maar we komen er nog aan toe hoe dat zou gaan. Maar omdat Trotsky nu toch bezig is on the way out, dacht ik dan maar even tot het eind toe in feite. U begrijpt, het wachten is eigenlijk op Stalin die zich keert tegen zijn bondgenoot, tegen al die andere facties, Bukharin, en zo zal het ook gaan. Bukharin was zeer geporteerd voor die nep. Hij had eigenlijk een hele theorie opgebouwd dat een langzame en betrekkelijk trage ontwikkeling via die nepachtige politiek, dat zou de beste oplossing zijn om de Sovjet-Unie vooruit te krijgen. Maar Stalin had op dat moment eigenlijk al besloten dat het met die nep maar moest zijn afgelopen. De nep was zeer succesvol geweest, had het productievermogen van de Sovjet-Unie hersteld, maar het was ook duidelijk dat de financiering van een geforceerd industrialisatieproces, dat zou met die nep in ieder geval niet mogelijk zijn. Dat wil zeggen, dat zou alleen mogelijk zijn op langere termijn en de vraag was, moesten ze wachten op de langere termijn. Ook de nep, vergeet dat niet, was een tactische
manoeuvre geweest om de revolutie in feite te consolideren. En veel bolsjewieken vonden eigenlijk doorgaan met de nep, dat zou eigenlijk die hele revolutie zinloos maken. En dat brengt ze ertoe om in 1926 al te besluiten tot een verdere, wat zij noemde, modernisering van de Sovjet-Unie. En we zullen zien wat voor enorme consequenties dat zou hebben nadat u op beschaafde wijze gekucht en gerommeld heeft in de korte pauze die u nu heeft.
Ja, dames en heren, misschien nog een laatste kuchje. Ja, goed. Ja, knap. Ik vind dat u zo kunt kuchen op bevel. Dat vind ik al een hele... Hè? Al een prestatie van formaat eigenlijk. Ja, heel goed. Ja, misschien nog een enkeling die... ja, is het niet ergens in hoe heet het, in het... bij die Romeinse keizers heeft Caligula niet een neefje die alsmaar zit te hoesten. En het irriteert Caligula gigantisch werkelijk, dat verrekte. In I. Claudius is het. Het irriteert hem gigantisch, dat gehoest. En tenslotte zet hij wurg dat akelige neefje maar even. Hè? Dus als u nou blijft kuchen, dan... Ja, je ziet dat je toch een beetje door die bolsjewistisch, door het bolsjewistische denken wordt aangetast. Dat je denkt van nou, hè, dat er dan iemand van Studium Generale binnenkomt met zo'n garottepaal. En hupsakee. Wat zou het zijn? Ja, modernisering, daar besloot men toe. En modernisering betekende onvermijdelijkerwijs snelle industrialisatie en... Dat moest op enige wijze betaald worden. Dat was de enige mogelijkheid om dat proces op gang te krijgen. Dus daar was geld voor nodig. En dat geld kon alleen maar afkomstig zijn in feite van de boerenbevolking. Die zou door de verkoop van wat er niet direct noodzakelijk was... zou die voor de investeringen moeten zorgen van die snelle industrialisatie. En daartoe verlaagden de bolsjewieken de graanprijzen in 1926... Met eigenlijk onmiddellijk zeer onaangename gevolgen. Want al in 1927 leidde de verlaging van de graanprijzen tot het feit dat er veel minder graan door de boeren werd aangeboden op de markt. Namelijk maar 70% van wat in de jaren daarvoor was aangeboden. En dat leidde er weer toe dat in 1928 in feite in de steden opnieuw het graan gerantsoeneerd moest worden. Het brood gerantsoeneerd moest worden. En dat maakte eigenlijk duidelijk dat men voor een enorm ingrijpende beslissing stond. Want we hebben hier eigenlijk het kernvraagstuk van die modernisering en die industrialisatie. Hoe zou dat moeten worden betaald en hoe zou het regime ervoor kunnen zorgen dat in de loop van dat proces steeds op zijn minst voldoende voedsel aanwezig zou zijn voor de stedelijke bevolking en de dan natuurlijk snel expanderende industriële bevolking. Want een snel versteld industrialisatieproces zou in principe een veel groter stedelijk proletariaat creëren. Een van de belangrijkste overwegingen bij dat besluit om te moderniseren en te industrialiseren was eigenlijk het idee van militaire veiligheid. Men begreep dat als de Sovjet-Unie achterlijk bleef, dat de Sovjet-Unie in militair opzicht uiterst kwetsbaar was. Dat eigenlijk de veiligheid op de lange termijn van het systeem niet gegarandeerd kon worden. Kortom, absoluut noodzakelijk was de zekerheid van graanlevering ook op de lange termijn. Dat moest het regime kunnen controleren. Daarmee moest het regime dus in feite de boerenbevolking kunnen controleren. En daarmee moest het platteland gecontroleerd kunnen worden. En wat er in feite begint in 1929 is, dat je kunt het niet anders noemen, de verovering van dat immense Russische platteland door het bolsjewistische regime. Dat was wel aan de macht in de steden, ongetwijfeld, maar eigenlijk was... onttrok zich eigenlijk een groot deel van het platteland aan de directe machtsuitoefening door de bolsjewieken. En die directe machtsuitoefening, of althans de start daarvan, dat noemen wij de collectivisering van de Russische landbouw. In de vorm van kolchozen, dat waren betrekkelijk kleine, grote agrarische bedrijven. En sofgozen, dat waren nog veel grootschalige agrarische bedrijven. Maar u kunt dat nogmaals zien als de aanpak in feite van het platteland die tot op dat moment niet werkelijk had plaatsgevonden. Het eerste vijfjarenplan waarin die snelle industrialisatie was voorzien en gepland was, begon in oktober 1928 en had zeer, zeer ambitieuze doelstellingen. En die collectivisering van de landbouw begon in het jaar daarna. Want het hele idee was, het zou gefinancierd worden door de profiteurs van de NEP aan te pakken.
En dat konden zijn de zogenaamde nepmen, mensen die zakelijk geprofiteerd hadden van de nep, maar met name ook de zogenaamde koelakken. De koelakken waren eigenlijk wat grotere boeren die commercieel werkten voor de markt en die werden eigenlijk afgeschilderd als een soort van levensgevaarlijke klassevijand die moesten aangepakt worden en via de aanpak van de koelakken zou dan deels die financiering van dat vijfjarenplan in feite kunnen plaatsvinden. Dat hele complex van gebeurtenissen, dat besluit om het platteland eindelijk aan te pakken, dat besluit om te industrialiseren, om het land werkelijk te moderniseren ten behoeve van in de allereerste plaats de militaire veiligheid, dat kun je zonder enig probleem de Tweede Revolutie noemen. Die in allerlei opzichten misschien wel voor Rusland veel verstrekkender consequenties heeft gehad dan de Eerste Revolutie, omdat nu dus ook dat platteland, waar per slot van rekening de overgrote meerderheid van de bevolking woonde, ook werd aangepakt. Vergeet niet dat ten behoeve van de industrialisering tientallen miljoenen kleine boeren van het platteland naar de nieuwe industriële centra gecommandeerd zouden moeten worden, wat u begrijpt. Dat deden ze niet vrijwillig, dat doe je niet in principe vrijwillig. En de boeren hebben zich ook op vrij aanzienlijke schaal verzet. Ze hebben bijvoorbeeld de helft van al het vee geslacht. Zo van, als wij het niet mogen hebben, dan krijgen jullie het ook niet. En dan kunnen wij in ieder geval nog wat extra biefstuk eten, tot het helemaal allemaal mislukt is. Maar dat verzet van de boerenbevolking is met enorme gewelddadigheid, dat zal u na het voorgaande niet wezenlijk verbazen, is dat gebroken. Jarenlange systematische staatsterreur heeft ervoor gezorgd dat inderdaad die boeren ondergeschikt werden gemaakt aan het regime. Een hele levenswijze, een hele plattelandscultuur is in feite in deze jaren vernietigd. En de gevolgen waren ronduit vreselijk. Er heerste al op vrij korte termijn hongersnood op enorme schaal. We weten het zoals gewoon, ik weet niet precies, maar men neemt aan dat in de Oekraïne ongeveer 6 miljoen mensen, niet waar, zijn doodgehongerd als gevolg van de collectivisering van de landbouw. Maar u moet zich ook van het bestaan van de arbeiders in dit nieuwe systeem, daar moet u zich bepaald niet veel van voorstellen. Niet waar, in die nieuwe fabrieken en steden leiden die arbeiders eigenlijk een enorm armzalig bestaan zonder dat sprake was van enige luxe consumenten, de productie van consumentengoederen die had geen enkele prioriteit. En je zou kunnen zeggen dat na die revolutie, hè, we moeten misschien nog even in herinnering roepen, waar was die revolutie nou eigenlijk voor gemaakt? Die was gemaakt voor de bevrijding van het proletariaat, wat eindelijk aan zijn trekken zou komen. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis zou de kleine man aan zijn trekken komen. En zou de kleine man, ja, zou het land terug worden gegeven aan de burgers? Nou ja, dat heb ik gezegd, dat lijkt er een beetje. Zou het land worden gegeven aan die mensen die, van wie het eigenlijk was? En wat gebeurt er nu? Het is een hele curieuze ontwikkeling. De arbeiders leiden eigenlijk een soort van slavenbestaan. Want je werd in de Sovjet-Unie, had je een soort pasje. Je kon niet zeggen, nou ik vind het werk in deze fabriek erg matig. Ik stop daarmee en ik ben van plan om naar Dordrecht te verkassen. Want ik heb gehoord dat het daar zo gezellig is. Dat kon niet. Je kon je nauwelijks bewegen in de Sovjet-Unie, want je was eigenlijk vastgekoppeld aan één specifieke plaats. En denkt u eens aan die boeren. Waarna was de lijfeigenschap opgeheven, ik geloof 1862. En je zou het hele nieuwe systeem van collectieve landbouw, zou je feitelijk wel kunnen beschouwen als een nieuwe vorm van lijfeigenschap. Want ook daar kon je in feite geen kant op. En tenslotte ontstond er uit wat embryonaal al aanwezig was, namelijk de gulag. Een enorm systeem van werkkampen, waar sprake was van letterlijke slavenarbeid. En waar tenslotte miljoenen mensen letterlijk slavenarbeid verrichten. Dus om in feite het proletariaat op de langere termijn te bevrijden en in een paradijselijke toestand te brengen, moest het ongelukkigerwijs eerst enkele decennia doorbrengen in een toestand die nog een stuk beroerder was dan het uitgangspunt ooit in 1917. En daar komen wij natuurlijk aan een hoogst interessant
historisch vraagstuk. Mag je eigenlijk mensen die nu leven opofferen voor een ideaal waarbij gezegd wordt van ja, ooit aan de einde, hè, daar geloort het, hoe is het ook alweer, niet het avondrood natuurlijk, maar het morgenrood, ja. Daar gloort het morgenrood, maar nu moeten er nog even enkele offers worden gebracht om dat morgenrood tenslotte voor uw kinderen, uw kindskinderen naderbij te brengen. In hoeverre mag je eigenlijk aan mensen nu offers vragen voor een toekomst waarvan je absoluut niet weet of die daadwerkelijk gerealiseerd zal worden? Dat we zeggen, zo'n slappe mening als ik nu net tot uitdrukking ben, dat is natuurlijk, daarvan zou Lenin zeggen, ja, een hopeloos geval. Hè? Hij wist namelijk absoluut 100% zeker dat die glorieuze toekomst en dat morgenrood, dat die ook daadwerkelijk zouden arriveren. En dat het doel, al die middelen die zij. Maar ja, al kan ik u ook wel vast even vooruit laten lopen mentaal op een ander en in feite nog veel merkwaardiger vraagstuk. Stel voor dat ze het niet gedaan hadden. Stel voor dat ze de nep gecontinueerd. Stel voor dat Bulgarije had gewonnen en Stalin was met dat testament buitenspel gezet. En nou ja, het was zo'n beetje zo'n Thermidor-achtige toestand geworden, net als in de Franse Revolutie. En de Sovjet-Unie zou niet in rap tempo geïndustrialiseerd zijn. Hadden ze dan kunnen winnen van de Duitse Weermacht? En als ze verloren zouden hebben van de Duitse Weermacht, zouden wij hier dan zo vredig bijeen zitten? Nou, misschien wel vredig bijeen zitten, maar ja, misschien had, ja, daar staat nou de jeugdige Juliana, en die ook enigszins hemels naar boven kijkt. Ik weet niet precies wat zij denkt op dat moment. Waarschijnlijk was ik er maar vanaf van dat gedonderjaar, hè. Maar ja, ze kon niet abdiceren, want ze had geen broers en zusters, vandaar. Dan had daar natuurlijk een buste van Adolf Hitler gestaan. Hoe hadden wij bevrijd moeten worden als het Rode Leger niet van de Weermacht zou hebben gewonnen in, weet ik veel, de loop van 43, daar komen we nog over te spreken. Denk daar eens over na komende week. En dan stemmen we volgende week, stemmen we over de vraag, moest er wel snel geïndustrialiseerd worden of niet? En dan als u mocht u tegenstemmen, dan draaien we de hele zaak weer terug. Dan sturen we een telegram aan Poetin dat we het overnieuw gaan doen allemaal. Maar het blijft gek dat in naam van de revolutie, dat in naam van de bevrijding, niet waar, in feite de meest meedogenloze repressieve knechtschap is georganiseerd die er in de vorige eeuw heeft bestaan. Dat blijft een wonderlijke paradox. Die geforceerde industrialisatie vond plaats met behulp van Amerikaanse en Duitse technologie. En die technologie werd betaald met graanexport. Terwijl er miljoenen mensen doodgingen bij gebrek aan eten, werd er tegelijkertijd graan geëxporteerd om de investeringsgelden te verwerven die noodzakelijk waren om dat industrialisatieproces op gang te brengen. En dat proces was in feite een immense chaos. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat het ook een succes is geworden. Na enkele jaren werd duidelijk dat toch de industriële productie zeer sterk was gestegen. En aan het eind van de jaren 30 kon je zeggen dat bij alle gebreken misschien van een wel zeer primitief verlopen proces, toch de Sovjet-Unie een eerste klas industriële mogendheid was geworden, die tenslotte, zoals we zullen zien, in staat bleek om productietechnisch op het meest essentiële moment Duitsland te kloppen. Vanaf 1929 was Stalin de absolute baas in dat knekelhuis wat de revolutionairen hadden gecreëerd. Hij had alle concurrenten weggewerkt. Hij was in feite de rode tsaar. Hij was Iwan de Verschrikkelijke en Peter de Grote in één. En dat is niet iets wat ik verzin, want hij zelf vond dat eigenlijk ook wel enigszins. En zijn hagiografen zeiden ook, zie je wel, hè, dit is een combinatie van Peter de Grote en Iwan de Verschrikkelijke. En daarbij was ook heel voor de hand liggend de redenering, ja,
Je hebt natuurlijk in Rusland heb je gewoon lui nodig met een harde hand, want anders wordt het nooit wat met het hervormingsproces. He, denkt u aan wat Lenin dacht van al die suffe Russen. En ik denk eerlijk gezegd dat ook Stalin gedacht heeft van dit is de enige manier waarop het kan. Met zeer, zeer harde hand. Stalin zelf, ja, is die er gelukkiger van geworden? Nee. Uit alles blijkt dat het eigenlijk nogal een ongelukkige ziel was. Dat hij raakt natuurlijk onvermijdelijkerwijs enorm geïsoleerd. Hij was getrouwd geweest, dat heb ik helemaal overgeslagen aan het begin van zijn volwassenheid. Die vrouw was overleden. Hij was voor de tweede keer getrouwd in de jaren 20. En die tweede vrouw, die veel jonger was dan hij, heeft zelfmoord gepleegd. Eigenlijk vanwege de kwestie dat hij die boeren zo gruwelijk behandelde. Zij vond eigenlijk onverdraaglijk wat er in de Sovjet-Unie gebeurde. Stalin werd, zoals dat altijd in dit soort van gevallen gaat, gehaat en bewonderd, maar iedereen was bang voor hem. Ja, is dat prettig als iedereen bang voor je is? Op het eerste gezicht zou je zeggen, kan dat geen kwaad, maar ik denk eerlijk gezegd dat dat tenslotte leidt tot hele vreemde gevoelens ten aanzien van je. Als je zeker weet dat iedereen een doodsnood voor je leeft, dat is toch waarschijnlijk geen. Ja, het is een weekje lollig. Ja, dan kun je er misbruik van maken. Hè? Maar daarna denk ik, is dat iets wat bepaald niet goed is voor je geestelijke evenwicht, om het maar zo te noemen. Iedereen was dus bang voor hem, maar de vraag was toch, hoe zeker was zijn positie eigenlijk? En gezien wat hij gedaan had, niet waar, kunt u zich wel voorstellen dat hij massa's tegenstanders had. Dat tal van mensen, miljoenen mensen, in feite zijn bloed wel konden drinken. En zijn potentiële tegenstanders, de lui die ze hem misschien zouden kunnen vervangen, de oude Bolsjewieken, de prominente oude Bolsjewieken, die leefden allemaal nog. In hoeverre vormde die nou een bedreiging voor Stalin? He, want ja, we lopen nu langzaam richting de grote zuivering. Niet waar, de massale terreur van met name de tweede helft van de jaren 30. En daar is ook weer die vraag die ik al eerder gesteld heb. Is dat Stalins persoonlijke paranoia? Of is dat de paranoia van het systeem? Is het de logica van het systeem die er eigenlijk op gericht is om een totaal, absoluut eenhoofdig leiderschap te creëren wat op geen enkele wijze kan worden bedreigd? Dat is lastig te zeggen. Ook daar ben ik weer, u weet hoe historici zijn, hè? Altijd een beetje slapjanissig. Ik denk dat de waarheid in het midden ligt, eerlijk gezegd. Zijn eigen persoonlijke paranoia zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld, maar tegelijkertijd is hij ook deel van een systeem. En we zullen zien dat wat hij doet tenslotte ook zonder dat systeem niet te realiseren viel. Maar bij Stalin zijn wel hele rare dingen. Want je kunt je voorstellen dat je je bedreigd voelt door die oude Bolsjewieken. Je kunt je voorstellen dat je je bedreigd voelt door prominente militairen. Daar kun je allemaal wel iets bij voorstellen. Maar hij heeft ook zijn naaste familieleden laten martelen en vermoorden. Hij heeft zijn naaste medewerkers laten martelen en vermoorden. Dat is eigenlijk wat Stalin zonderling maakt. Je zou nog, ja, hoewel ik er nu over sta, ja, door wie worden we, als wij vermoord worden, door wie worden wij dan naar alle waarschijnlijkheid vermoord? Ik weet niet of ik daar mijn licht al over heb laten schijnen, om u in feite enigszins verontzekerd naar huis te laten gaan. Meestal door kennissen of familieleden. Ja, u weet, de grootste risico's wachten op u achter uw eigen voordeur. Ik heb dat alles vaker gezegd. U kunt veel beter straks een hotelkamer betrekken. Tot volgende week maandag. Dan dat u naar huis gaat, hè? Er vallen binnenshuis in Nederland veel meer doden dan in het verkeer bijvoorbeeld. Ongeveer 3000 per jaar. Losliggende roetjes, elektrocutie, u struikelt over de messenset. Je kunt je er van alles bij voorstellen. En dan heb je nog al die moordzuchtige familieleden en kennissen. Die u in principe naar het leven staan. Kan niet laten, dat kan er allemaal uitgeknipt worden.
ik kondig het nu maar vast aan. Wist u dat bij het zelfklussen per jaar ongeveer 25 doden vallen? Heb ik dat al verteld? Ja? Nee? Dus mochten uw familieleden aandringen op het schoonmaken van de dakgoot, het betimmeren van de gang met schrootjes, andere kleine werkzaamheden binnenshuis, zeg onmiddellijk dat uit naam van een deskundige die over deze materie heeft gesproken, dat u daar niet aan begint. Niet alleen 25 doden per jaar, maar enkele tienduizenden mensen die zich, niet waar, omdat de klopboor net uit hun hand schoot, polyklinisch moeten laten behandelen wegens vrij ernstige verwondingen. Dat is allemaal achter uw eigen voordeur. Hè? Dus u doet de sleutel in het slot, u doet de deur open. U haalt natuurlijk, omdat u dat verhaal van Wilders heeft gehoord over die onveiligheid in Nederland, u denkt eindelijk thuis. Het is thuis veel gevaarlijker dan wanneer u die hangjongeren passeert. Geloof het maar van mij. Ja, in de Sovjet-Unie was het nog veel gevaarlijker, zoals we nu zullen zien. Ik pauzeer even, zodat het hele vorige stuk er op bekwame wijze uitgeknipt kan worden. Op 1 december 1934 wordt een naaste medewerker en favoriet van Stalin verwoord, een zekere Kirov, partijchef in Leningrad. En vanaf dat moment is er eigenlijk sprake van een escalerende terreur. En vanaf december 1936 zelfs van een systematische, grootschalige, het hele land betreffende terreur. En ik heb u al uitgelegd, naar mijn idee was dat deels Stalins unieke karakterdefect, als u het zo noemen wilt, maar het was ook ongetwijfeld ook de geestestoestand van het bolsjewisme. Wat vanaf het allereerste begin, zoals ik u geschetst heb, gewelddadig was, achterdochtig, steeds het gevoel had belegerd te zijn, omringd te zijn door vijanden, door samenzweringen, en in die zin zat er een soort logica in de wijze waarop die grote zuivering, die grote terreur in de loop van de jaren 30 tot stand komt. Je zou het ook nog abstracter, maar ik denk niet onterecht, kunnen karakteriseren als de neiging van het systeem om daadwerkelijk de ideologische waan tot werkelijkheid te maken. Het ging er niet om dat iedereen zo'n beetje deed wat er gezegd wordt. Nee, iedereen moest er ook van overtuigd zijn dat het zo was als de bolsjewieken zeiden dat het was. He, u ziet ook de lui die er opgepakt worden, gearresteerd, en dan krijg je die fantastische showprocessen waarin het ook de bedoeling was dat de betrokkenen de bekentenis aflegden dat ze altijd al vanaf het allereerste begin van de beweging samen hadden gezworen met de Duitse geheime dienst, de Engelse geheime dienst, niet waar, om Lenin en Stalin te vermoorden. Lees, ik geloof dat ik het al eerder aanbevolen heb, maar het kan geen kwaad dat ik het nog een keer zeg. Lees Darkness at Noon, die roman van Kustler, waarin u ziet hoe dringend noodzakelijk het is voor het regime, juist dat degene die ze opgepakt hebben en die ze dood gaan schieten, dat die ook daadwerkelijk bekennen, want dat bekent dan Rubashov in die roman, dat hij ooit de intentie heeft gehad om met een vergiftigd huzarenslaatje nummer 1 om het leven te brengen. Lees, nummer 1 is natuurlijk Stalin. Ja, een beetje een raar verhaal natuurlijk, zo'n vergiftigd huzarenslaatje, maar de waan moest tot werkelijkheid worden. In die zin is dat geldt steeds voor sterk ideologisch bewogen regimes. Willen niet alleen dat u doet wat ze zeggen. Nee, ze willen dat u gelooft dat waar is wat ze zeggen. Dat is de karakteristiek van het ideologisch bewogen regime in feite. De werkelijkheid werd aangepast aan de waan. Wie ooit tegen het regime was geweest, wie ooit tegen het regime zou kunnen worden, werd vervolgd. Alle oude bolsjewieken zijn uiteindelijk vervolgd. Weet u nog? Nee, u weet het waarschijnlijk niet meer. U bent het waarschijnlijk vergeten in de tussentijd. Maar die Kamenev en die Zinovjev,
waren ooit in 1917, toen Lenin besloot tot zijn radicale aanpak van de revolutie, hadden gezegd, doe het niet, want het is niet verstandig, we nemen een groot risico, de situatie is er niet naar. En dat maakte ze natuurlijk onder deze nieuwe omstandigheden uiterst kwetsbaar. Bougarine, die had gezegd, we moeten met die nep doorgaan. Een heel onrevolutionaire gedachte in feite. Dus die was ook de klos. Alle oude bolsjewieken waren in feite de klos. Vanzelfsprekend waren alle trotskisten de klos. Alle vreemde nationaliteiten waren de klos. Ook al die vertegenwoordigers van communistische regimes in landen waar die niet getolereerd werden, neem de Poolse communisten bijvoorbeeld, praktisch allemaal vermoord. Een groot deel van het personeel van de Comintern is vermoord. Het was kortom, ik heb het al gesproken over die familieleden en kennis en medewerkers van Stalin zelf. Het was een enorme slachting. In 2 jaar zijn 750.000 mensen doodgeschoten. En een nog veel groter deel is naar de gulag afgevoerd. Als u dat even uitrekent, en als ik het goed heb uitgerekend, dan betekent dat dat je ongeveer 1000 mensen per dag moet doodschieten. Dat vergt, dat kan ik u verzekeren, niet dat ik er persoonlijk ervaring mee heb, maar dat vergt een enorme organisatie om 1000 mensen per dag dood te schieten. Er werd ook gesproken van killing fields. Je had allerlei oorden buiten Moskou waar die lui dan werden doodgeschoten. En u begrijpt, het hele systeem was in feite noodzakelijk om deze waanzinnige wraakoefening om die te effectueren. Het was een operatie zo omvangrijk dat daar tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen bij betrokken zijn geweest. Die hebben in feite zijn medeschuldig aan deze fantastische operatie. Vanzelfsprekend ook de leden van het politbureau die 's avonds of die door Stalin ook werden gedwongen om al die executielijsten te tekenen. Vaak voegden ze dan nog in de kantlijn toe, ja, schiet die klootzak dood, hè, weg met dat zwijn en zo, om te laten zien hoe radicaal zij er ook tegenaan wenste te gaan. Eind 38 is deze exercitie in feite plotseling afgelopen. De chef van de NKVD, Jezov, wordt gearresteerd en die NKVD wordt weer onder toezicht gebracht van het politbureau door Beria, een van de naaste medewerkers van Stalin die ook uit Georgië had opgediept, als ik het mij goed herinner. Dat wilde niet zeggen dat de Sovjet-Unie ook volledig genormaliseerd raakte. Ik denk dat je dat niet kunt constateren. De Sovjet-Unie bleef een moordzuchtig gekkenhuis. De Sovjet-Unie bleef een terroristische politiestaat. De Sovjet-Unie bleef een armetierige gevangenis. Het Rijk van de Vrijheid, daar waar het proletariaat eindelijk na al die ellende van de wereldgeschiedenis bevrijd zijn leven zou kunnen leiden, dat was een armetierige gevangenis geworden. Maar nu had die armetierige gevangenis een modern industrieel apparaat. En Stalin zelf was eigenlijk ervan overtuigd dat hij geslaagd was. Dat hij had gedaan wat onvermijdelijkerwijs logisch noodzakelijk was geweest. Namelijk de onderwerping van het platteland ten behoeve van een snelle industrialisatie die op langere termijn de veiligheid van de Sovjet-Unie zou garanderen. En u weet dat dat daadwerkelijk ook het geval is geweest. Zij het, dat wat Stalin niet wist natuurlijk, maar u weet wel, is dat de grote beproeving van wat hij tot stand had gebracht, dat hij in feite nog komen moest. En dat zou de Tweede Wereldoorlog zijn, die bovendien op een hoogst eigenaardige wijze begint. Ja, ik probeer het een beetje spannend te houden, hè, dat u zegt, ik wil ook de laatste aflevering voor geen prijs missen. Want ik heb geen idee hoe dit naar een einde zal worden gevoerd. Ja, het wonderlijke is dat Stalin niet wilde geloven dat Hitler hem aan ging vallen. Iedereen zei tegen hem, Hitler gaat je aanvallen in de vroege zomer van 1941 en Stalin wilde het niet geloven. En deze wonderlijke waan van Stalin heeft ertoe geleid dat het werkelijk geen reet heeft gescheeld of de Sovjet-Unie was in 1941 ten onder gegaan. En ik zal u volgende keer dan onthullen
hoe het net op het nippertje goed is afgelopen. Zoals dat bij Kuifje eigenlijk ook altijd het geval is. Dank u wel. Dan stel ik nu even de mensen die naar de trein moeten of iets anders moeten doen de gelegenheid om de zaal te verlaten. En dan is daarna nog mogelijkheid tot het stellen van vragen. Zijn er al vragen ergens? Helemaal achteraan. Ga je gang. Ja, dank je. U zei dat de industrialisatie van de Sovjet-Unie gefinancierd is door Engeland en Amerika in ruil voor graan. Maar kwamen ze daar weg mee, politiek? Ik weet aan wie ze het leverden, weet ik eerlijk gezegd niet. Ongetwijfeld niet aan Amerika, wat zelf een van de grootste graanexporteurs geweest is vanaf de late 19e eeuw. Dus dat is Engeland lijkt mij ook. Ik weet niet aan wie precies zij dat graan leverden, maar er werd graan geëxporteerd. En wat daarmee verdiend werd, daar kochten ze Amerikaanse en Duitse machines voor. Geen Engelse machines, want die waren toen ook al uit de tijd. Dus Duitse en Amerikaanse machines. Een van de meest merkwaardige dingen is dat de grootste tankfabriek die er in de wereld was, die aanvankelijk in Kharkov stond en die dan bij het oprukken van de Duitsers volledig wordt losgeschroefd en met alles erop en eraan plus de arbeiders getransporteerd wordt naar achter de Oeral. Dat was volledig Amerikaanse technologie. Dus dat werd automatisch gelast. Dat waren echt de allermodernste technieken die ze simpelweg gekocht hadden. En waarom niet ook? Maar zonder politieke schandalen? Nou, nee, dat heeft geen politieke... Want ja, u begrijpt dat Amerika verkeerde in diepe economische crisis sinds 1929. Amerika had de Sovjet-Unie officieel erkend in 1934... Onder andere met het idee, wie weet kunnen we spulletjes leveren aan, niet waar, dat expanderende systeem. Dus als je een complete tractorfabriek, tankfabriek kunt leveren, dan laat je het niet, nee. Of zou u hebben gezegd van, nou, daar ben ik principieel tegen eigenlijk. Dat hoor je juist van mensen die volledige fabrieken leveren, hoor je heel weinig principiële bezwaren tegen een dergelijke procedure. Dus zo is het gegaan. De twee modernste industriële naties waren Duitsland en Amerika. Dus daar kocht je je spullen in principe in. Amerika nog wat moderner, hè, dan... Ja, waar zou je het nu kopen? Interessante vraag. Niet in Amerika. Zijn er nog andere vragen? Ja, op podium. Vorige week had u ons huiswerk meegegeven. U vroeg... Of wij erover wilden nadenken wie meer politieke invloed heeft gehad. Lenin of Adolf Hitler. Ik heb er natuurlijk zelf heel erg over nagedacht. Maar ik ben ook heel benieuwd wat uw conclusie daaruit is. Tja, eigenlijk weet u al welke kant dit op gaat. Wat dacht u als ik zei, de waarheid ligt in het midden. Ik denk zelf... Het is een enorm lastig vraagstuk, maar ik neig tot Lenin. En dat
komt eigenlijk omdat de Russische revolutie in allerlei opzichten een voorbeeldfunctie heeft gehad. En we ons eigenlijk het moderne China zonder communistische revolutie ook niet kunnen voorstellen. En er zijn natuurlijk nog een heel aantal andere regimes die in feite ook die naar de Sovjet-Unie hebben gekeken. Denkt u ook naar de ontwikkeling van de derde wereld, nadat de derde wereld zelfstandig was geworden na de Tweede Wereldoorlog. Het heeft allemaal weinig opgeleverd, maar het gaat om de historische invloed. En je zou er nog iets aan toe kunnen voegen, dat juist de fascistische regimes zelf weer sterk beïnvloed zijn door de bolsjewistische revolutie. Zowel naar de vorm, daar heb ik het geloof ik wel over gehad, dat hele gedoe met voortdurende optochten en wimpels en opruiende teksten aan de gevels en geschetter en propaganda, fakkel op, ja, u kent dat wel, hè, die hele hoogst beklemmende sfeer van fanatieke padvinders. Hè? Ja. Ik weet niet of de padvinderij nog bestaat, maar u weet ook waar die in gegrondvest is. Hè? Dat, de bedoeling was dan alle Engelse jongetjes de platte knoop te leren met de bedoeling om die boeren op te knopen. Ik vat het kort samen, maar daar komt het in grote trekken op neer. Ja, ook in die zin, en je zou zelfs kunnen beargumenteren dat misschien deels het succes van het fascisme in de jaren 20 en 30 weer ten dele natuurlijk herleid kan worden tot de angst voor revolutie, voor radicale revolutie. Dus ik neig ertoe om toch Lenin te doen. Al maakt het elkaar niet zo verschrikkelijk veel uit, omdat Hitler natuurlijk, ja, die heeft de hele wereld op zijn kop gezet, dat weten we ook. Maar als je natuurlijk een aantal doden rekent, dan denk ik dat de bolsjewistische gedachte, om het maar even zo te zeggen, wat ik u geschetst heb, de mindset van het bolsjewisme, nou, dat komt ook qua doden flink in de buurt van wat, laten we aannemen dat Hitler, die stellen we verantwoordelijk voor alle doden van de Tweede Wereldoorlog. Dus dan zitten we op pak een beetje 60 miljoen of zo. Ja, het is een beetje uit de losse pols, maar ik denk zo'n 60 miljoen doden ongeveer. Maar als je natuurlijk het aantal doden rekent in de Sovjet-Unie, hè, in de burgeroorlog, als gevolg van de collectivisering, we hebben net die 6 miljoen doden in de Oekraïne gehad, als gevolg van de grote terreur, hè, dan moet je, ik geloof in totaal, hebben de Bolsjewiki in hun, want zo kun je het wel noemen, in hun oorlog tegen hun eigen bevolking. Want dat is eigenlijk karakteristiek voor de communistische regimes, dat ze een soort van permanente oorlog voeren tegen hun eigen bevolking, zo'n 20 miljoen doden veroorzaakt. Mao Zedong, zoals u weet, hè, daar gaan we het nou toevallig niet over hebben, ook volgende week niet, teleurstellend, ik begrijp het, maar ja, ik kan niet al te veel bloed laten vloeien op die avonden, die is verantwoordelijk voor 30, 40 miljoen doden als gevolg van die grote sprong voorwaarts. Hè, met al die, iedereen moest in zijn eigen tuin een hoogoventje maken. Hè. Het is net alsof je vanwege Balkenende allemaal in je achtertuin een innovatieplatform moet bouwen. Hè. Zoiets dergelijks. Nou is dat platform van Balkenende al niks geworden. Laat staan dat platformpje wat u in elkaar timmert. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je ook in de orde van 50, 60 miljoen doden of zo. He? Al weet u dat het al met al, kijk, als mensen een beetje wat betreft de procreatie er tegenaan gaan, dan is al die moordzucht, al die oorlogen, dat stelt allemaal geen hout voor. Als u dat boek van Hobsbawm leest, waar ik nu uit citeer, dat is Age of Extremes, die heeft dat allemaal opgeteld en afgetrokken, zelf ook een Marxist. En die komt geloof ik voor alle oorlogen, burgeroorlogen, narigheid, ideologische moordzucht, de hele sante kraam van 1900 tot het eind van de eeuw op 180 miljoen doden. 180 miljoen doden. Het is indrukwekkend, hè? Maar toch niet veel meer dan, wat is het, 11 keer de Nederlandse bevolking. Reken ik dat goed uit? Bijna goed, hè? Bijna goed, ja. Er wordt geknikt, dus ik ga erop af. In 1900 bedroeg de wereldbevolking iets onder de 2 miljard zielen. We weten dat niet precies, maar u weet dat in het jaar 2000... Er is nog enorm over gebakkeleid waar toen de 6 miljardste wereldburger was geboren.
Of het nou een Braziliaantje was, of een Chinees, of een... Maar het kon van alles wezen, een monegask, van alles en nog wat. 6 miljard. Dat betekent dus dat er ruim 4 miljard mensen waren bijgekomen. He, dus we hebben er keihard tegenaan gemoord en geoorlog gevoerd. En het is een druppel op de gloeiende plaat gebleken. He? Ja. Misschien doet u er goed aan om mijn formuleringen niet door te vertellen. Het staat in geen enkele verhouding tot elkaar. He? Misschien ook dat het daardoor komt dat de oudere gedeelte van de wereld eigenlijk zo'n beetje met de procreatie zijn opgehouden, zoals u weet. He? De bevolking van Europa, die nu 500 miljoen zielen bedraagt, zal aan het eind van deze eeuw, ceteris paribus natuurlijk, 100 miljoen zielen minder omvat. Ja, of je dat nou moet, maar ik ben wel geneigd om te zeggen, is dat niet enorm aantrekkelijk eigenlijk? He? Iets minder. Nou ja, ik weet dat in Nederland. Nou, nee, laten we Nederland er niet bij halen. Want... Ik heb u nog een volgende vraag. Wat? Heb ik u al? Ja, ik heb uw vraag beantwoord. Hè? Scheelt niet veel, maar met een neuslengte. Ja, dat zou Hitler op prijs stellen dat hij door een neuslengte was verslagen. Hè? Nee, hij zou het juist niet op prijs stellen natuurlijk. Hij zou natuurlijk zeggen, die Lenin, hè? Eigenlijk ook een Jood. Hè? Ga u gang. U hebt het gehad over die executies in de 30e jaren. Wat is er nou met al die lichamen gebeurd? Ligt dat nog steeds rond Moskou in massagraven? Ja, er wordt nog wel eens wat opgegaan. Min of meer toevallig. Dan gaan ze daar villaatjes bouwen voor de nieuwrijke Russen of zo. Maar dus die killing fields waar ik het over had, die worden met enige regelmaat komen die... Ja, boven water is een wat ongelukkige term in dit verband, maar worden die gevonden, ja. En daar liggen ze dan keurig georganiseerd in. Ja, wat moet je? Komt dat nog in de krant daar? Of? Ja, of dat nou in de krant komt, ja, God, wat moet je ermee? Ik weet niet of u het wist, maar als u zich laat begraven in Nederland, wordt u na 15 jaar geruimd. Maar bijvoorbeeld, ik trek even de parallel naar wat er tijdens de Spaanse burgeroorlog is gebeurd. Hè? Zijn dus ook nog veel mensen begraven in massagraven. Dat is daar nu zo langzaam. Ja, nee, in die zin, er zijn geen waarheidscommissies of zo. Al was het maar natuurlijk omdat Poetin van mening is dat de dood van de Sovjet-Unie de grootste ramp van de 20e eeuw geweest is. Waar wij weer heel anders over denken dan Poetin natuurlijk. Hè? Zijn er nog andere vragen? Ja. Is het niet wonderlijk dat die Stalin vorig jaar nog als de grootste Rus aller tijden werd benoemd door de Russen? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. In die zin dat Stalin natuurlijk zei dat je Lenin er wel bij moet tellen. En ik denk dat je Stalin was niet mogelijk geweest zonder Lenin, zonder enige twijfel. Maar ja, Stalin heeft de Sovjet-Unie gemaakt tot wat het was. En zoals ik daar begon ik mee met die constatering, is eigenlijk dat als die doodgaat, dat zijn opvolgers, eerst Khrushchev. Nou, dan krijg je dat lange, lange, suffe interregnum van Brezhnev en dan krijgen we Gorbatsjov. En zowel Khrushchev als Gorbatsjov heeft geprobeerd om het systeem te hervormen, om een soort menselijk gezicht te geven, om het een min of meer fatsoenlijk bedrijf van te maken, in plaats van... terroristische politiestaat, arme tierige gevangenis, hoe u het verder wil beschrijven. Khrushchev heeft bijvoorbeeld in een hoog tempo de gulag gesloten. En eigenlijk is dat niet gelukt. Eigenlijk bleek het systeem niet hervormbaar te zijn. En tot op zekere hoogte worstelt de huidige, de opvolging van de Sovjet-Unie, de Russische Federatie, worstelt nog steeds met dezelfde problemen. Die staat die leeft namelijk, nou niet van de lucht, want dat is lastig, maar die staat leeft van grondstoffen. Die worden opgegraven en meteen geëxporteerd. He, met de industriële ontwikkeling gaat het slecht, met de agrarische ontwikkeling gaat het slecht. De Russische Federatie raakt ook onmiddellijk in de problemen wanneer de olie onder de $60 per vat zakt. He, omdat zijn hele begroting is erop gericht om daarvan te leven. En eigenlijk een nieuwe dynamische industriële ontwikkeling is daar nog niet serieus begonnen.
In feite staat de Russische Federatie voor zeer grote maatschappelijke problemen. Denkt u aan het zakken van de gemiddelde leeftijd van de man. Denkt u aan het feit dat de bevolking per decennium met een kleine 10 miljoen mensen krimpt. Ik heb het al eerder over die wolven gehad, als ik het wel heb. Maar ja, soms denk je wel eens, in Europa is de toekomst dan de wolf. Hier was nog een vraag. U bent vrij snel gegaan vanaf de middelbare school van Stalin totdat hij wat echter betekende in Sint-Petersburg. Wat mij dan interesseert is, wat er in die tussentijd gebeurt. Wat de jonge Stalin van plan, wat waren zijn ambities? Want er zit een vrij grote periode tussen die hij heel snel doet. Wat was zijn visie op zijn beroep? Ja, omdat het alles maar hetzelfde is. Ik dacht, ja, kan ik u nou vervelen met hij wordt gearresteerd. Hij zit 3 maanden vast. Hij wordt op transport gesteld naar Siberië. En dan, ja, hij bekijkt de situatie even. En hij ontsnapte altijd binnen een paar maanden. Ontsnapte die. En dan ging hij weer terug. En dan werd hij weer na een halfjaartje, 3/4 jaar, werd hij weer opgepakt. En zat hij even in de gevangenis. En dan ging hij weer naar Siberië. Het werden wel steeds koudere gebieden, dat wel. Maar ja, het is eigenlijk een vrij eentonig patroon tussen 1902, dat is de eerste keer dat hij opgepakt wordt, en tenslotte als de revolutie uitbreekt, februari 1907, zit hij ook weer in Siberië en komt hij samen met Kamenev, die toen nog zijn vriend was, komt hij als een scheet terug. Dus ja, omdat nu alsmaar, ik dacht dat u het niet op prijs zou stellen als ik 7 keer achter elkaar zou zeggen van Stalin wordt gearresteerd, hij zit enkele maanden gevangen. Hij moet naar Siberië. Hij ontsnapt uit Siberië. Hij doet zijn werk en wordt weer. Maar ja, als u het per se wil, zet ik het even onder elkaar en dan. Eens kijken of er nog een laatste vraag is. Ja. U schetste net dat Amerika Rusland of de Sovjet-Unie erkende in 1934. Kunt u een klein beetje aangeven hoe eigenlijk de Sovjet-Unie van Stalin verder lag in in de internationale politiek? Dat zou ik wel kunnen, maar dat ga ik niet doen, want daar begin ik volgende week mee. Dus ja. Daar kom ik weer terug. En tot op heden heb ik geloof ik bij alle gelegenheden tijdens het vragenuurtje kort samengevat wat ik de week daarna zou gaan doen. En ik heb het gevoel dat je dan dat toch iets van de spanning weglekt. Dus ja, dat komt. Dat komt. Nou, ja. Een beter bruggetje kunnen we eigenlijk niet maken naar volgende week, zou ik zeggen. Ah, u wilt er vanaf. Oké. Tot volgende week.